lights on? Yes, I'm using them. Mijn naam is Deckers van de Vaart. Rob Hoek, 27 jaar. Of partijen op naam, dames en heren. Ik hoef eigenlijk daar niet aan te doen, want u kent hem allemaal hier. En ik wil van u een heel veel heel duidelijk en groot applaus voor. Boksen is mee opgevoed. Trainen, 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 school, trainen, nieuw werken, trainen. En elke dag zelf. Ik was 6 jaar en ik begon met boksen. Bij Olympisch boksen heb ik al bijna 70 wedstrijden en hier gedaan. En bij profs ben ik nu Waalse kampioen. Ik probeer gewoon voor klaar maken, kom op. En nu 15e ga ik voor Belgisch. Noël, ja? Hoeveel wilt je goed doen laten boksen? Stuk of 6 of 5. Ja? Ja. Hij werkt al heel lang samen met Hovo. Hij heeft een hele goede amateurcarrière gehad. En hij is heel gedisciplineerd. Hij traint. Hij zal nooit zeggen, ik heb geen zin of ik wil niet trainen. En dat maakt hem enorm sterk. Omdat hij heeft een heel sterke karakter. De voorbereidingen lopen heel goed. Wij zijn goed op schema. Hij staat heel scherp. In heel goede conditie. Dus qua conditie verwacht ik geen enkel probleem. Talent is 1 of 2%. De rest is gewoon elke dag hard rennen, opletten, juist trainen. Zeker met het juiste team. Ook sponsors die maken extra kans voor mij. Kan ik nog beter voorbereiding doen? Ben ik niet alleen. Dat is de laatste oefening. Ik heb toch niks gedaan vandaag? Ja, hè? Volgende week is er een set, hè? Ja, nu is het zaterdag. Is er nu een VIP-arrangement? Ja. Nou, ook eens. Want vorige keer was hij helemaal uitverkocht, hè? Ja, deze keer ook. Voilà. Ja. Ik ga kinesist 1 keer per week. Omdat ik train hard en heb wel nodig. Mijn lichaam wordt moe. En voor goede recuperatie moet ik gewoon volgen. Profsport is niet zo gezond. Dat is los.
best is, goed warm houden de komende uren en dan kan ik in de box. Ik heb al een beetje in de box. Ik heb een schema hoeveel calories moet ik per dag eten en wat moet ik eten. Ik ken mijn lichaam goed. Ik weet wanneer, hoeveel moet ik eten en waar moet ik opletten. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zijn bewegingen zijn heel snel, compact, dekking is goed, hij is explosief. Ja, alles erop en eraan. Hè. Een prof met alles goed. Het is fijn om van zo iemand te kunnen leren en met hem te kunnen trainen. Ik kan nu ook heel goed motiveren. Hij heeft heel goede inzicht. Heel goed kijken, heel goed zien. Hoe hij moet boksen. Heel intelligent boksen. Buiten de ring zijn heel goede, aangename dingen. Wij zijn gewoon een grote familie. Dat motiveert ook. We trainen allemaal samen. We groeien samen. Zo moet dat zijn. Een goede team, een goede club. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it because it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe it. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Je wordt moe, maar je moet toch denken. Je moet nadenken wat je doet, waarom, wanneer, snel, explosief. Ik moet onder 66,7. Dat is een weltergewicht. Dat is nog een paar kilo's af. 3 kilo. Na boksen werk ik ook in een sportwinkel. Ik doe herstellingen van fitnesstoestellen. Deze loopbanden, ontrainers, fietsen, alles. Hé, Tim. Kom iemand mee helpen? Ik heb hem de eerste dag ontmoet en dat klikte direct. Wij hebben zware jobs moeten doen, dozen sleuren. En toen heb ik ook echt leren kennen van hij is helemaal niet de hovo wat je op het podium ziet. Maar dat is gewoon echt een down-to-earth, zuivere kerel. Want je ziet ook, wij doen nog ons dagelijks job. De vechtsportwereld lijkt heel glamorous, maar ze moeten er heel hard voor werken. Nou, even. Bilal Messoudi is een hele sterke tegenstander uit Duitsland. Hij heeft ook een hele grote amateurcarrière als bokser en als kickbokser. En hij is ook prof in 14 profkampen. Ik weet dat is een sterke, harde jongen. Ik heb zeker vooruit. Ik heb hem analyseerd. Hij is een goede gegner. Hij is technisch zeer goed. Ik geef 100% mee toe. Ik ga alles doen om te winnen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik moet winnen. Ik heb me mentaal op de voorbereid en ja, ik freu me op de kamp. Die lengte is goed.
dinsdag, woensdag was even gewoon plat liggen. Heb je daar niet getraind? Dat is die grip, hè? Ja, gisteren was iets beter. Ik heb ook terug de commande gepakt. Ja, dat is wel spijtig, is het niet. Ja, verkouden. Het is kort. Juist slechte timing eigenlijk, maar nu is het beter. Reeds 8 profwedstrijden vochten, waarvan 8 met winst, 6 op KO. Hovo Martirosyan. Hovo 66. Bilal Messoudi komt van Keulen. 66. 600. 66. 600. Bilal Messoudi. Morgen Bilal Messoudi tegen Hovo Martirosyan. Ik kan tot 66,7 zijn, maar ik ben 66. Dus ja, je kan niet goed eten, drinken en morgen knallen. Thank you.
mijn sponsors, alle supporters. Dank je wel. Oh, 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 oh.